Zien jullie dat? Kijk even mee zeg. Wat een uitzicht hè. Is dat even mooi zeg. Zonnetje laag. Heerlijk weer. En ik denk alleen maar bij mezelf. Wat lees ik nou toch de hele tijd in die kranten en zie ik op tv. Wat de drukte in al die steden in Nederland. En is het niet in Amsterdam, dan is het wel in Dordrecht, dan is het wel in Eindhoven. En dan is het wel in Maastricht en dan is het wel in Rotterdam. Ja, en de mensen maar ophopen voor Black Friday. Ja, daar gaan we dan. Zijn we banger om het coronavirus te krijgen? Of zijn we toch hebberig? Ja, en wat wint het dan? Wint die angst of wint die hebberigheid? En die hebberigheid, dat blijkt dus de winnaar te zijn van dit weekend. Ja, want dan gaan we toch met z'n allen gaan we naar de steden toe en de binnenstad. En dan willen we toch dat goedkope dingetje kopen. Want stel je voor, de buurman heeft het wel en wij hebben het niet. En dat is het dan. Jongen. En ik heb mijn hele weekend, heb ik mijn hoofd zitten breken. Want het is bijna hier een barsten in gewoon. Mijn hele hoofd gebroken over hoe kan dat nou? Waarom willen de mensen nou niet luisteren? Wat is dat nou? En daar kom ik dus gewoon niet uit. Mensen willen dus kennelijk op een bepaald moment zoals dit weekend niet luisteren. En dat is een heel vervelend signaal. Want dat geeft aan dat die corona nog een hele tijd gaat duren. Want wat krijgen we straks? Ja, wat we krijgen is, we krijgen nu Sinterklaas en Kerstmis. En dan gaan we natuurlijk weer heel veel oproepen horen. Net zoals nu van, kom niet naar die binnensteden en dan komen we toch. Dus nu gaan ze zeggen, vier die Sinterklaas niet met z'n allen en niet die Kerst met z'n allen. En dan doen we het toch. Dat weten we nu. Mensen gaan dus niet luisteren. Ja, en dan is er nog iets interessants aan de hand. Abu Taleb, mijn vriend in Rotterdam, die heeft dus gezegd, luister eens even goed. Doe dat niet die Black Friday. Want dan krijg je die opeenhoping van al die mensen. Dat ga je dan krijgen. Dat heeft Abu Taleb gezegd en gewaarschuwd. Maar het kabinet wilde daar niet naar luisteren. Nee, het kabinet zei, ja, dat moeten de burgemeesters zelf maar doen. Dus wat blijkt nu uit alles wat we gezien hebben en ook in die toestanden in Arnhem, het zijn dus de Marokkaanse burgemeesters. Marcouch, ja, en Abu Taleb, die verstandig zijn in Nederland. Ja, en waar in godsnaam blijven die Nederlandse burgemeesters? Hier dus.